punt gemist. Hey, leuk dat je er bent. Accepteer bovenin de cookies als je optimaal gebruik wilt maken van Linda Nieuws. Zie je geen balk? Klik hier en accepteer de standaard cookies. Hilarische verspreking van Linda in Miljoenenjacht. Zet studio op zijn kop. De gepensioneerde Frits Platvoet speelde gisteravond in Miljoenenjacht RTL 4. Zeer koelbloedig de ene na de andere koffer met één laag bedrag erin weg. Zelfs een hilarische verspreking van Linda kon hem niet van de wijs brengen. Die noemde hem per ongeluk Frits Platzak. Terwijl hij toch echt Platvoet heet. Kijkers genieten van jong stel dat enorm geldbedrag wint in het Miljoenenjacht. Dappere Frits, en dat terwijl Frits op dat moment al hard op weg is om alles behalve Platzak te worden, met een ijzersterk systeem, waarbij hij alle verjaardagen van zijn gehele familie afgaat, verdwijnen achter elkaar koffers met lage bedragen. Even lijkt het erop dat Frits zijn geluk verspeelt als hij de koffer met 5 miljoen kiest, maar Frits toont lef en speelt door, hele studio ligt dubbel en zijn moed wordt beloond. Frits krijgt uiteindelijk een bod van 270.000 euro van de bank dat hij maar al te graag accepteert. Het tegenovergestelde van Platzak zou Frits dus uiteindelijk weer naar huis gaan. En hoewel er met zo'n prachtig eindbedrag wel een laagje vanaf kan, zag Frits de humor van Linda's verspreking niet in. De andere aanwezigen in de studio, inclusief Linda zelf en Frits' vrouw Anita, liggen wel compleet in een scheur. Ik ga stuk, ook kijkers vinden de verspreking hilarisch. Platzak, ik ga stuk. Frits is killing her with that look in his eyes. Linda Zeigewoon Frits Platzak, astonished face, astonished face. 2018 kandidaat Lee loopt 2 miljoen mis in finale. Miljoenenjacht als de kat van huis is, maar er viel nog meer te lachen gisteravond. In Miljoenenjacht, zo mocht Winston Gerstanovic thuiswinnaars verrassen met de bijna 3 ton die Frits in de studio bij elkaar had gespeeld. Alleen de winnaars zijn net vertrokken voor een vakantie in Amerika, zo vertelt Steve Zoon. Luc die blijkt van de gelegenheid gebruik te hebben gemaakt. Winston valt midden in een huisfeestje, een feestje waarbij niet iedereen even nuchter lijkt te zijn, constateren kijkers gniffelend. Ach, hij onthoudt dit toch niet meer. Erg bekend voor, getipt door andere oplettende kijkers, maar kijk eens wie. We hire heaven, Aunt Luc, don't follow me, the this win our van. Ook bekend als worstenbroodjesverslaafde, https://t.co/wp4rb3jqrwinblankers.tv/kijker 92784/2018. Kijk de hele aflevering van Miljoenenjacht hier terug, bron RTL XL, foto RTL XL. Reacties verder lezen.